Oké, vandaag snij ik een heel ernstig onderwerp met jullie aan. Vandaag verleggen we de focus even naar de professionele verzekeringen. Want stel namelijk dat je een bedrijf runt met één of meerdere vennoten, zoals ik zelf ook doe, heb je dan alleen stilgestaan bij de mogelijk enorm vergaande gevolgen mocht één van de vennoten plots overlijden. Los van het menselijke aspect is dergelijk horrorscenario een absolute bedreiging voor jouw bedrijf. En dit op twee belangrijke vlakken, de continuïteit en het aandeelhouderschap van jouw onderneming. In deze video ga ik toelichten hoe jullie zich als vennoten kunnen indekken tegen dit scenario, zowel juridisch als verzekeringstechnisch. Dit is geen leuk onderwerp om over te babbelen, daar ben ik me ten volle van bewust. We leven allemaal in de veronderstelling dat we het eeuwige leven hebben en een plots overlijden ons niet zal overkomen. Maar dit is een gesprek, als je het nog niet gevoerd hebt met jouw vennoot of vennoten, dat je zo snel mogelijk moet voeren. Voor het gemak van deze oefening ga ik uit van een bedrijf met twee vennoten. Elk met hun specialiteiten, complementair aan elkaar, zorgen ze al jaren voor de operationele continuïteit van hun bedrijf. Stel je nu even voor dat een van hen onverwacht door een tragisch ongeval om het leven komt. Dan zadelt dit de andere vennoot, los van het persoonlijke leed, met twee grote problemen op. Voor eerst, je moet de continuïteit van jouw bedrijf kunnen garanderen. Vaak zie je in een bedrijf een sterke complementariteit tussen vennoten. De ene is bijvoorbeeld heel sterk in het commerciële aspect, de andere beheerst dan weer alle technische aspecten. Als een van de twee vennoten plots wegvalt, kan dat een bedreiging zijn voor de continuïteit van het bedrijf, omdat beide vennoten absoluut niet onderlegd waren in de verantwoordelijkheden van de andere. In zo'n situatie is het soms onvermijdelijk om tijdelijk een consultant aan te werven die dergelijke kennis wel heeft en gelijktijdig een nieuwe manager op te leiden als vervanger. Twee maatregelen die een grote hap uit het budget van de onderneming nemen en het bedrijf in het slechtste geval in financiële moeilijkheden brengen. Dit kan je als bedrijf oplossen door twee overlijdensverzekeringen af te sluiten. Die worden onderschreven door het bedrijf, telkens met één van de vennoten als verzekerde. Deze verzekering waarborgt dan een specifiek kapitaal als één van de vennoten komt te overlijden. Dit biedt ademruimte, voldoende liquide middelen om die overgangsperiode te overbruggen en is een investering in een oplossing op lange termijn. Oké, even een heel snelle pauze in deze video, want de officiële YouTube-statistieken vertellen mij dat meer dan 80% van mijn kijkers, jullie dus, nog niet geabonneerd zijn op mijn YouTube-kanaal. Abonneer jullie, dat is één klik, dat is volledig gratis en zo zijn jullie op de hoogte van mijn nieuwste tips en adviezen die op dit kanaal komen. Dus je doet er mij ook een groot plezier mee. Het zorgt ervoor dat ik verder kan blijven werken, dat ik gemotiveerd ben om verder onderwerpen uit te werken voor jullie, de vele vragen van onze klanten te gaan verduidelijken naar een groter publiek. Dus doe mij een plezier, abonneer jullie en dan blijven jullie heel stipt op de hoogte. Terug naar de video. Het tweede probleem waarvoor je komt te staan? Je moet het aandeelhouderschap binnen jouw bedrijf gaan beschermen. Hier maak ik even een zijsprong naar de juridische kant van het verhaal. Want als jouw vennoot komt te overlijden, dan zal zijn echtgenoot of echtgenote zijn of haar aandelen erven en komt hij of zij eigenlijk naast jou te zitten met zeggenschap over het bedrijf. Of in een veel slechter scenario, dan is er geen echtgenoot en is de eerste erfopvolger misschien een verre achterneef van 20 jaar, waarmee jij vanaf nu aan tafel mag om te onderhandelen en beslissingen te nemen voor het bedrijf waaraan je al jaren aan het bouwen bent. Dergelijk scenario moet je ten allen tijde vermijden. Neem dus pen en papier. Mocht je het nog niet hebben, zit dan morgen alsjeblieft samen met een advocaat om een aandeelhoudersovereenkomst af te sluiten. En neem daar vooral een voorkooprecht bij overlijden in op. Want als één van de vennoten dan komt te overlijden, dan heeft de ander het voorkooprecht om het aandelenpakket van de overleden vennoot over te kopen. En in die clausule staat dan vaak ook gedetailleerd opgenomen hoe de waardering van dat aandelenpakket dient berekend te worden, zodat ook daar geen enkele discussie kan over bestaan. En oké, ik doe mijn juridische pet terug af en kom terug tot het verzekeringstechnische, want als je dan zo'n clausule in jullie aandelenhoudersovereenkomst hebt opgenomen en het noodscenario doet zich voor, dan moet je het bedrag voor dat aandelenpakket wel nog altijd kunnen ophoesten ook. En het is niet gezegd dat jij op dat eigenste moment de financiële middelen hebt om dat bedrag op tafel te leggen. Als je dan wil vermijden dat je op dat ogenblik opnieuw naar de bank moet trekken om hiervoor een krediet af te sluiten, nog los van het feit of ze jou dat gaan willen toestaan, rekening houdend met het risico dat de continuïteit van jouw bedrijf in het gedrang komt, zoals besproken in het eerste punt, dan bestaat hiervoor een verzekering. Namelijk de kruiselingse overlijdensverzekering tussen vennoot.
Hierbij ga je eigenlijk een waardering maken van jullie bedrijf en sluit elke vennoot een overlijdensverzekering af op het hoofd van de andere vennoot. Concreet voorbeeld, Jan en Paul runnen een bedrijf dat 1 miljoen euro waard is. Jan heeft 25% van de aandelen, Paul 75%. Dan kan Jan een overlijdensverzekering afsluiten op het hoofd van Paul voor een verzekerd kapitaal van 750.000 euro. Paul sluit omgekeerd een overlijdensverzekering af op het hoofd van Jan voor 250.000 euro. Dit is in essentie waar die kruiselingse overlijdensverzekering op neerkomt. Het zou de video veel te ver leiden, maar over dit topic kan nog heel veel gezegd worden. Die kruiselingse overlijdensverzekering kan je tot een bepaald bedrag namelijk afsluiten zonder enige financiële controle, waardoor je eigenlijk al rekening kan houden met een bepaalde toekomstige investering. Zelfde voorbeeld als daarnet, maar Jan en Paul weten dat ze binnenkort een overname gaan doen en de waardering van hun bedrijf hierdoor zal toenemen tot 1,5 miljoen euro. Dan kunnen ze eigenlijk de verzekering al afsluiten met die herwaardering van hun bedrijf in het achterhoofd. Last but not least, deze kruiselingse overlijdensverzekering stelt de middelen ook heel snel beschikbaar. Daar waar de successie bij een privépersoon makkelijk 3 tot 6 maanden kan aanslepen tegen dat alle middelen worden vrijgegeven, gebeurt dit bij dergelijke verzekering quasi onmiddellijk na het overlijden. Zo zijn we aan het einde van deze video gekomen. Een video over een onderwerp dat absoluut niet leuk is om te bespreken. Maar als je mede-eigenaar bent van een bedrijf met 1 of meerdere vennoten, dan is het een gesprek dat je absoluut moet voeren. Vond je dit een interessante video en heb je er iets uit opgestoken? Geef deze dan gerust een like en abonneer je zeker ook op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van mijn tips en adviezen rond een bepaald verzekeringstopic. Heb je zelf een bepaalde vraag voor mij? Mail me dan gerust op gilles@teamsuur.be. En wij zien elkaar terug in de volgende video. Tot snel!